Hallo en welkom bij dag 5 van Inktober, officieel 2017. Wacht. Inktober, dag 5. Ik heb bij geschreven in plaats van bij. Hartje! Oké, vandaag teken ik een rood borstje en ik praat in het Nederlands omdat ik een shout-out doe naar Tony Pino. Omdat hij mij heeft gevraagd of ik een vogel wou tekenen. En in particular een rood borstje. Dus dat ga ik nu doen. Volg hem ook, want hij is leuk. Hij maakt filmpjes over dieren in de natuur. Net zoals vogeltjes. En dan ook van heel dichtbij. Dus dat is heel leuk. Heeft iemand een gespreksonderwerp, want ik weet even niks. Nou, het is een roodborst, hij kan vliegen. Hij fluit. Wacht, misschien kan ik vogels. Ja, vogel. Oh, ik laat jullie een filmpje horen van Pino. Dachten jullie daarvan? Ja. Ja, hij is aan het invloeden, dus ik alleen maar gezien mijn geloof. Maar ik film nu een beetje in de vogeltje. Maar hij springt steeds weg. Ik probeer in te zoomen en te focussen, maar hij springt nog steeds weg. Ja. En dan heeft hij hem en dan staat hij stil. Ja, dat is het. Misschien bestaat er een liedje over een roodborstje. Laten we eens kijken. We zijn nu toch al bezig, dus dan kunnen we net zo goed dat ook zoeken. Er bestaat een liedje over... Oké, laten we het horen. Oké, dit is heel erg oud. Oké, ik ga niet verder luisteren, want ik vind het nu al verschrikkelijk. Oké, sorry dat ik jullie dat heb aangedaan. Het spijt me. Wat dacht je ervan om te gewoon te kijken naar hoe ik teken? Ja, ik ink met Oost-Indische inkt en een Bic pen. De merk Bic, de pen is zelf niet Bic. Ja, je snapt wat ik bedoel, maar toch niet. Kijk gewoon. Ik kom terug op het einde van de video. Doei doei. Random anime, love life, de foo Aika. Oké, doei, tot de volgende video. Dankjewel voor het kijken. Subscribe en like, share en deel. Instagram en Twitter. Tweet.